25 februari was het precies 800 jaar geleden dat hertog Hendrik I van Brabant de heerlijkheid Oostenrijk stichtte. Hoog tijd voor de hertog om eens een kijkje te komen nemen hoe het er 800 jaar later voor staat. De dag begint met de intocht van de hertog en zijn gevolg in alle drie de kernen van de tegenwoordige gemeente Oostenrijk. In elk van deze kernen vindt een korte ceremonie plaats. Hoort, hoort! Vandaag, 25 februari 2012, is het precies 800 jaar geleden dat Oostenrijk stadsrechten van hertog Hendrik I van Brabant kreeg. De hertog had geen beter besluit kunnen nemen, want op de dag al 8 eeuwen later vieren de inwoners van Moergestel hun bloem en Oostenrijk samen en eendrachtig dit heugelijke feest. Dit alles in het diep gevoelde besef van eenheid, in verscheidenheid onder het banier van gezamenlijkheid. Als teken van blijdschap overhandigt hertog Hendrik I de vlag waaronder de inwoners van Moergestel, Heukelom en Oostenrijk 8 eeuwen stadsrechten vieren. Als laatste trekt de hertog met zijn gevolg naar het centrum van Oostenrijk, richting de Lint. Aangekomen op de Lint wordt de hertog begroet door burgemeester Jansen, die hem uitnodigt voor een speciale raadszitting.